Hey kijkers van de Gamer Games en welkom bij weer een nieuwe Dual Survival of een Solo Survival, maar jullie hebben het al gezien, want ik liep net naar het raam en toen zag je hem al. Yeah. Wouter. Wouter, waar ben je Wouter? Ah, hier. Daar is hij hoor, Wouter. Yehoe, hij is er weer. Ja, yeah. Dansje, maar ik ga dit lekker toch niet monteren, dus ja. Nee, doe maar niet. Als jij, ja, mij maakt het niet uit of je het uit gaat leggen aan de kijkers waarom het er niet was, maar als je het wil doen, dan kan je dat nu doen en anders dan doe je het gewoon niet, weet ik veel. Ik had gewoon even geen tijd om online te komen en zo. Dat is van alles. Wat ben ik? Ja, we hebben eigenlijk helemaal geen idee wat we deze keer kunnen doen, maar ik denk dat ik gewoon even, ik neem een pickaxe, ik neem, deze kan ik wel meenemen. Ik ga even naar de bunker. Ik ga even kijken wat ik daar nog allemaal kan doen. Oh ja, de bunker. Die om die nog wat beter te maken. Maar voor de rest had ik werkelijk geen idee wat ik nu eens zou kunnen doen. Maar ik ga gewoon eens even lekker naar die bunker toe. Even kijken wat ik daar allemaal nog kan fixen en zo. Er zal vast nog wel iets zijn wat veranderd kan worden. Hoop het. En wat ga jij doen, Wouter? Want ik neem aan dat we niet met z'n tweeën die... Nee, ik ga denk een klein huisje voor de, ja, voor die gewassen maak, zeg maar. Oh, ja. Om daarin op te slaan. Opslaghuisje, ja. Ja. De nether portal, dit is ook allemaal oké. Okay. Daar ga ik niet naartoe, want dan ben ik bang. Het gebied. Ja, inderdaad. Ik wilde, ja, ik kan wel een klein stukje misschien erin gaan. Ik ga het gewoon eens proberen. Zal ik het gewoon eens proberen? Ik ga gewoon een klein stukje. Ik ga het gewoon. Oké, ik heb mijn zwaard. Mensen, dit is wel een gevaarlijk gebied. Want hier zijn we de vorige keer goed weggekomen. Of tenminste de vorige keer een paar keer geleden. Ik zie wel kool, dat neem ik wel even mee trouwens. Heb je dan niet al genoeg dan? Jawel, maar daarom neem ik het wel mee. Oh, oké. Je kan me net zo goed meenemen, toch? Ja, dat is zo. Ja, ja. Even kijken. Jongen. Ja, hierover was het, hè? Hierover was het. Oké, ik ga even zo doen. Even kijken. Ik zie die boom staan. En de waterval. Die heilige boom. Ja, ik weet, ja, het is vast de heilige boom. Anders zal er wel vast geen water uitstromen. Nee. Holy shit. Het begint toch al een beetje. Zometeen staat hij in één keer hier of zo. Ja, ik ga echt niet verder als dit hoor. Tenminste, voorlopig niet. Ik heb totaal niks bij me. Ja, net een iron sword, maar voor de rest ook niks. Dus niet echt. Dus ik ga maar weer lekker terug. Misschien heeft hij me wel gezien. Komt hij achter me aan. Met zijn stokje. Steek die zo meteen die stok gewoon in mijn reet. Het klinkt echt heel erg vies. Was hier nou de ingang? Ja, hier was de ingang. Kijk eens aan. Zo. Even kijken, want hier is gewoon ook niet echt. Oh, deze, die kan ik wel even voor het zicht veranderen. Kijk, dat ziet er toch wel. Dat is toch wel iets, hè? Dat is wel iets. Vind ik. Even kijken hoor. Wat het maakt het huisje trouwens niet zo heel groot hoor. Niks in. Weet je wat, ik ga hier gewoon even lekker koken. Ik ga gewoon lekker koken in de bunker. Gewoon even lekker koken met Niels, weet je wel. Koeklaas. Ja, even lekker die varkens opwarmen, hè? Ja, ja. Lekker die varkens, hè? Lekker stukje varkensvlees opwarmen, ja? Die leg ik dan gewoon hierin, in de opslagkist van de bunker. Hebben we altijd wat te eten. Mocht je honger hebben. Is altijd lekker. Tuurlijk. Zo, die Worteltjes neem ik erbij. Terug. Die neem ik terug. Zo, kijk eens aan voor de rest. Voor de rest is hier eigenlijk ook niks te doen hoor. Oh wacht, die kan ik nog even veranderen voor het zicht. Toch een beetje perfectionistisch zijn. De rest op zich maakt het allemaal niet uit. Het is maar een bunkertje. Misschien. Nee.
eens even kijken. Ik ga wel even kijken wat... Oh shit, ik heb mijn timer vergeten aan te zetten. Oh. We zijn 4 minuten bezig, denk ik. Nee, shit, het wordt... Het is al nacht. Ja, laten we even slapen. Ja, blijf jij maar daar, dan ga ik wel slapen. Ja, zou het dan nog steeds zo zijn? Ik ga het eens proberen. Nee, ik ga ook gewoon slapen. Want ik wil niet cheaten of zo. Zo, ik leg home. Je moet altijd op dat kussen drukken, hè? Ik val er echt altijd uit. Dat is toch ook lekker als je op de vloer ligt. Zo, het is dag. Dat snap ik niet waarom ik een bed heb, man. Het is dag. It's even die. Kijken. Ik ga even de sugarcane weer een stuk korter maken. Holy shit! Zo. Wat? Er zitten vet veel, of vet veel ook niet, maar er zitten wel 2 skeletten in het... Zo, erin springen. Holy shit! Ah. Gelukkig is deze server nog niet 1.5, want anders was ik al dood geweest. Je hebt armor aan, hè? Oh ja. Maar trouwens, die skeletten die zijn namelijk sterker geworden. Die schieten nu veel sneller. Of tenminste, nu niet, maar in 1.5 wel. Ik hoop echt dat Craft Bucket snel een 1.5 versie uitgeeft. Want dan kan ik tenminste ook een keer een andere texture pack gebruiken. Want die anderen die doen het nu allemaal niet. Die zijn allemaal 1.5. Al. Ja. Zo. Beetje sugarcane. Ik heb best veel sugarcane nu. Het is best wel lekker hoor, ja. Hier staat nog een... even kijken, kan er hier nog eentje? Nee, dat kan niet. Oh, daar zie ik nog een leeg plekje. En toen was mijn hout weer op. Daar is nog een leeg plekje. Zo, kijk eens. Oh, hier. Hier heb je weer dat teken, hè? Had je vorige aflevering gekeken? Ja, volgens mij wel. Ja, daar had ik het toen over. Dat teken. Dit is echt gewoon raar. Dat zie je wel vaker, hè? Dat er zo'n... Dit is dat eerst zand en dat ik weghaald. Oh. Dat wist ik niet. Maar er zat er zand in de vorm van zo'n kruis. Ik snap sowieso al niet waarom hier zo'n zand zou liggen. Ja, inderdaad. Het is toch geen woestijn? Nee. Ik ga denk ik even naar daar. Ik heb gewoon niks te doen, joh, hier nu. Oh. Ah, shit. Sugarcane kan je niet eten, hè? Nee. Dan moet ik even terug naar mijn huis, want ik heb honger. Hunger? Ja, Hunger Games. Je hebt 3 kippen. Oh, hij legt een ei. Ja. 2 eieren bedoel ik. Hoppa. Nee, moet geen ik trouwens eerst nog eens zo'n hakje in doen, zodat ik er doorheen kan. Oh. Jeetje, kan je nog eens door een deur lopen, zeg? Ja, dat is moeilijk, hè? Ja. Kan ik niet zo goed. Hier naartoe. Zo, en die kan hier in, die kan hier, die kan daar aan eten. Oh, nu ga ik er weer uit. Ik ga een keer een lekker gebraden kippetje eten. Wat dacht je daarvan? KFC. Ja. Zo, dit is weer goed. Kentucky gefrituurde kip. Ja, Kentucky Fried Chicken. Even kijken, dan ga ik nog eens even terug. Even terug naar dat huisje. Dat huisje? Trouwens, ik had vorige aflevering had ik iets aan jullie gevraagd, maar daar heeft geen van jullie antwoord op gegeven. Dus ja, en ik zei nog van, nu ga ik echt antwoord geven. En nu denk ik eraan, maar ja, dan heeft er niemand antwoord gegeven in de comments. Dus ja, daar niet, hè. En van die aflevering een paar afleveringen terug. Wat van de top 3 spellen? Ja, de top 3 dat was redelijk hetzelfde als die van ons. Oh shit, ik donder hier in een cave. Shit. Van een die top 3. Ja, dat was vooral veel Minecraft en en Black Ops.
Ja, Call of Duty in het algemeen. En Assassin's Creed ook een paar keer tegengekomen. En FIFA ook. Oh, ja. Dat vind ik zelf niks, maar dat is mijn mening. Nee, ik vind dat ook niet zo wel. Maar ja. Nu donder ik weer bijna in die cave, hè. Zit dat helemaal... Nee, mijn deur! God, nonder. Sorry, ik mag niet vloeien. Oeh! Wat, wie gaat er nou weer op me schieten dan? Wat, waar komt die nou weer van? Rot een eind op of zo. Doe niet zo vervelend, ga gewoon weg. Oh. Ik word helemaal in mijn aars gereept. Nou, lekker. Ja, nou niet echt, Wouter. Nee. Echt niet. Nee. Ja, nu... God, nonder. Nu donder ik weer in die cave. God, nonder, donder. Ja, waarom ben ik nou weer zo shark bezig? Gewoon. Wacht, hè. Ik kan beter. Als ik erbij kan... Oh, huh? Ik dacht dat ik obsidian zag, maar... Dat kan niet. Zo. En nu zet ik die daar. En nu zou het goed moeten zijn. Nu zou ik er echt niet meer doorheen moeten donderen. Nu ben ik er gewoon 3 keer doorheen gedonderd. Terwijl ik wist dat er een gat zat, zeg maar, eronder. Nou, slim. Even kijken. Hoop van zegen. Ja, kijk eens aan. Zegen. Zegen. Maar ik had vorige keer gevraagd wat de kijkers... De top irritaties waren in Minecraft. Maar ja, als ik daar geen antwoord op krijg, dan is het jammer, hè? Misschien zijn er dan geen irritaties. Ja, dat dacht ik ook al aan, maar dat lijkt me sterk. Mijn irritatie is dat het vierkant is. Ja, Wouter. Nee. Dat is nou precies, dat is nou gewoon waar Minecraft om draait. Inderdaad. Dus... Dat maakt het juist leuk. Ja, dat is gewoon typisch aan Minecraft, hè. Je weet gewoon dat het vierkant is, want dat, ja. Ja. Als het niet meer vierkant zou zijn, dan zou Minecraft niet meer zo bekend worden, denk ik. Nee. Dan zou het meteen klaar zijn met Minecraft. Even kijken. Oh, een beetje kool hakken dan maar. Wel even een torch neerzetten. En hier nog eentje neerzetten misschien. Anders dan komen er allemaal van die kutmonsters. Daar heb ik geen zin in. Even kijken. Zo. Ik ga eens even hier naartoe. Ik zie hier van die bruine paddenstoelen. Zal ik ook maar meteen meenemen dan. Paddo's. Lekkere paddo's. Wat dacht je daarvan? Eerlijk. Oh, iron. Die kan ik ook meenemen. IJzer. Zo meteen. Nou, wat is dit? Dit loopt dood. Ja, oké. Okay, nou, dan ga ik gewoon... Ah, shit. Nu is mijn iron pickaxe bijna kapot, natuurlijk. Ik ga toch even al de iron meenemen. Eerst iron, daarna kool. Oké. Okay. Maar even serieus, wat zijn jouw irritaties? Ja. Geen, eigenlijk. Geen? Nee. Nou, ik had vorige keer toch wel een irritatie en ik denk als ik die nu zeg, dan zeg jij, oh ja. Zeg dus. Ik was dus dat plafond van mijn kelder aan het doen. Dondert dat zand naar beneden, stroomt mijn kelder vol met water. Ja, maar dat is gewoon niet slim. Hoezo? Ja. En toen was mijn pickaxe stuk. Lekker dan. Zand valt. Ja, dat weet ik dat zand valt, maar... Oh. Maar... Ja, maar... Ja, het is dan eigenlijk ook wel weer zo dat dan meer blokjes zouden moeten vallen, eigenlijk. Of juist helemaal niks. Ja, kom op. Minecraft is zo onlogisch als de pest. En dan niks valt behalve zand en gravel. Ja. Nou, waarom valt dat dan wel? Dat is toch gewoon stom. Dat is inderdaad wel een beetje stom. En dan moet er natuurlijk ook weer net water boven zitten. En wat ik ook vervelend vind, dat is er niet voorgekomen, is zeg maar die creeper explosies. Wow. Wat? Ik plant een sapling en meteen is het al een boom. Je had toch geen boom, Miel? Nee. Ja, dan is dat knap, hè? Dat is ook weer Minecraft, hè? Wat? Dat is ook weer Minecraft. Ja. Ja, als je een boom plant, dat er in één keer een boom staat. Ja. Waar heb ik die paddels gezet? Oh,
Hier hoort de paddo's bij. En die paddo. Pijlen horen hierbij. Torch mag daar en dat mag hier naartoe. Moet ik even dit in de oven steken. In de oven? Ja. Zo, even wachten tot de iron klaar is. Nee, daar ga ik niet op wachten. Ik ga gewoon even lekker lopen, lekker buiten lopen, lekker een frisse neus halen. Some fresh air. Yes. Kan ik misschien op die berg gaan kijken? Misschien kan ik dan wat meer uitzicht hebben over, over het gebied daarachter. Maak er een toren. Op zich zou dat wel kunnen, maar ik denk dat het monster dat niet leuk gaat vinden. Nee. Want die berg daarbovenop, dat is die bunker, dat is eigenlijk ook al verkeerd, hè? Ja, maar dat is pech voor hem. En dat is een berg en daar mogen we eigenlijk ook helemaal niet in zijn, volgens hem. Dus ja, trouwens toen wij naar die village gingen, toen moesten wij ook door het berggebied, hè? Ja. Mochten we eigenlijk ook niet komen van hem. Even kijken, ik heb nu gewoon vol uitzicht op die waterval daar. Zal ik er naartoe lopen? Ja, kan je nu. Oh. Ik hoor een hond. Ja, klopt. Ik weet niet of de mensen dat horen. Moet je wel goed kunnen luisteren, maar... Ik hoop het. Is dat buiten of zo? Ja, dat is buiten. Ik wou net zeggen, maar je hebt toch geen hond? Nee. Sinds wanneer heb jij een hond? Dacht al. We hebben geen hond. Kan je eens gaan slapen? Ik hoop dat het werkt, want het begint hier donker te worden en dan wordt het eng. Iets. I beat. En trouwens, ik hoop dat die gast eigenlijk weg is. Het monster, want anders zou dat niet zo fijn zijn. Ligt op het moment te slapen, denk ik. Dat hoop ik. Zo, weer uit mijn bed. Of ik hoop... Hoe bedoel je weer uit mijn bed? Ik lig er echt altijd naast. Oh. En volgens mij werkt het niet. Shit. Dan moet ik in het nacht gaan kijken, hè. Oké. Okay. Dit is niet zo leuk. Ik hoop dat hij weg is, want anders heb ik toch een groot probleem, hoor, ja. Mijn grootste problemen. En ik ga die creeper ook niet lokken. Ik wil totaal stil zijn. Ik moet... Oké. Ik moet stil zijn. Ik ga heel voorzichtig hier naartoe. Silence. Oh shit. Ik vind het toch wel weer eng hier, hoor. Om hier naartoe te gaan. Ik zit nu. Ik ga nu naar de gang. Zo. Weer een kuiken erbij. Hé, dat blokje zo naar beneden wat toen omhoog kwam. Zodat we er niet meer uit konden, weet je wel? Oh ja. Dus, ik weet maar niet. Maar zit je dan in die... Ja, in die grot. Ja, ik zit nu in die grot. Maar ik ga denk ik niet, verder. Zometeen doet hij weer dat blokje omhoog en dan ben ik echt gewoon de lul. Dan zit ik daar vast. Ja, ik kan via dat water weg, maar misschien haalt hij me nu wel in. De vorige keer was hij best wel sloom. Ja. Woe! Shit! Nee. Creeper. Oh. Shit. Nu hoort hij me misschien. Shit. Ik mag geen geluid maken. Dat heb ik nu toch al gedaan, maar ik hoop... Oké, ik zie nog niks. Ik hoop dat er niks achter... Dat hij niet komt. Holy shit. Holy shit. Heilige kak. Sinds wat... Hey. Hey. Wist je nog toen we daar een trapje hadden gemaakt? Om terug naar boven te komen, zeg maar, bij die opening in de berg. Ja. Dat trapje is nu weg. Meen je dat nou? Dus weet je wat dat betekent? Hij is actief. Ja, dat hij dat trapje wel weg heeft gehaald. Ja. Dus dat is niet, dat betekent dus dat hij er nog wel echt is, hè? Dat is niet zo best eigenlijk. Nee. Niet mooi. Glas, heb ik nog glas? Hé, hey, wat is dit? Wat is dit allemaal hier? Keine glazen. Oh, waarschijnlijk zien jullie nu niks. Dat vind ik ook niet leuk. Ik kan maar even zo weer doen. Zo. Woef. Woef. Wat doet die hond daar buiten? Weet ik het. Hé, hey, appel. Appel. Oh shit.
ik denk dat ik maar naar binnen ga en de aflevering ga afsluiten. Oké. Okay. Ik vind het mooi geweest. Ik heb weinig gedaan, maar jij best wel veel. Ja, weinig gedaan. Ik heb best wel iets spannends gedaan. Iets spannends. Ja. Dus even deze nog terugleggen en die terug. En die... Oh nee, die moest hierin. Die terug. Nou, en dan bedank ik jullie hartelijk voor het kijken naar deze aflevering. En Wouter was er ook weer eens een keertje bij, dus dat is natuurlijk ook hartstikke leuk. Dus abonneer ook even op dat ene kanaal, dat is Wouter zijn kanaal. Oh nee. Nee. Dat moet ik trouwens nog even zeggen. Zeg het nu even. Vanwege dat ik wat tijd tekort heb, zeg maar, ben ik ook gestopt met mijn kanaal. Dus je hoeft niet meer per se op mij te abonneren. Nee, doe maar niet dan. Als je toch niks gaat uploaden, dan hoeven ze het ook niet te doen. Nee, dat vind ik eigenlijk een beetje jammer, maar ja. Ja, dat is zeker jammer. Is maar nou in ieder geval, ja, dus bedankt. Bekankt. Wat? Waarom noem je bekankt? Bedankt voor het kijken. Abonneer als je nog niet geabonneerd bent. Laat even een like achter. En doe ook even een reactie achterlaten. Ja, weet je wat? Laat maar gewoon iets leuks achter. Ik heb niet echt een specifieke vraag of zo aan jullie. Van laat dat achter. Doe maar gewoon iets leuks achterlaten. Dan, ja. Dus ja, voor de rest heb ik niks. Heb jij nog iets te vertellen misschien? Nee. Nee? Nee. Niet? Nee. Oh, oké. Okay. Dan niet, hè? Dan niet. Hond, eigenlijk. Die hond. Ja, die hond. Is dat van je okay, buur? Laten we zo de aflevering van de overburen. Ja, dus zo ga ik die aflevering niet noemen, hoor. Dom. Maar kom je even naast me staan? Ja. Ja, kom even naast me staan. Moeilijk aan de deur binnenkomen. Andere kant. Meer naar... Nee, ja, andere kant opkijken. Je weet wel... Oh. Ja, zo. Ja, zo is het goed. Nee, ja, daar. Oké, okay. Weet je wat, sluit jij hem even af. Dus je hoeft niks meer over abonneren te zeggen en zo. Oké. Tot de volgende keer in ieder geval. En dat rieteltje heb je al gedaan, hè? Nee, joh, dat moet je zo doen. Ik zie jullie graag de volgende keer weer terug. Ja, nu doe ik het zelf wel even. Doe het zelf maar even. Ja. Nou, ik zie jullie graag de volgende keer weer terug bij een nieuwe video. Er komt morgen of misschien een andere dag komt er nog even een update video. Want ik heb nog iets te vertellen over de komende paar dagen, weken. Dus ja, dat is even belangrijk. Want ja, het kan belangrijk zijn. En voor de rest heb ik ook niks meer te melden of zo. Niks, helemaal niks. Ja, dat dan. Maar dat doe ik in een update video. Dus dan ga ik gewoon nu zeggen. Doei! Doei!